Meneer Van den Berg, wat gaat er allemaal in Volkel gebeuren op de kermis? We staan aan de vooravond van de Volkelse kermis. We hebben dit hele weekend een heel mooi vol programma voor jong en oud tijdens de Volkelse kermis. Dat begint vrijdag aanstaande om 6:30 met de opening. Ballonnen worden opgelaten, kinderen kunnen kleurplaten in gaan leveren voor een gratis attractie. En dan gaat de kermis 4 dagen van start. Wat is het programma? Nou, naast de vrijdag de opening gaan we iedere dag een loterij houden. Dat zal zaterdagavond zijn om 6:30 voor de kinderen. De zondagavond is voor de ouderen, worden onder andere Festilandkaarten verloot en levensmiddelenpakketten van de ondernemers hier in Volkel. En de maandag is een heel vol programma, die start 's middags in de schakel met een ouderenmiddag. We hebben de middag zelf voor de gezinnen, is een tegen gereduceerde tarieven kunnen de mensen op de kermis in de attracties. En we sluiten af om 6:00 met een prijsuitreiking voor de kleurplatenwedstrijd en de loterij voor de jeugd. Als ondernemersvereniging vinden wij het leuk om samen met de gemeente Uden en de horeca en de kermisexploitanten uiteraard hier een hele leuke kermis voor jong en oud neer te kunnen zetten. Het begint ook weer vrijdagsmiddags. Voorheen was het van zaterdag tot dinsdag. Nu is het van vrijdag tot maandag gewoon weer. Dat klopt. Daar zijn we 2 jaar geleden mee gestart. Op de vrijdag te starten tot en met de maandag. En dat bevalt ons goed. Het bevalt de kermisexploitanten goed. De horeca goed. Nou, als iedereen daar tevreden over is, dan denk ik dat we dat ten volle mooi moeten voortzetten op deze manier. Pascal Donkers, de kermismeester, wordt ook wel kermisarchitect genoemd. Hoe zit dat? Ja, hoe dat zit weet ik ook niet. Maar dat staat in een aantal bladen en dat stond in de krant. En het zal wel. Ik vind het wel een leuke naam. Nou, dat is wel, een hele eer. Omdat natuurlijk de kermis in Uden is heel goed verlopen, hè, de afgelopen tijd. Ja, maar het gaat nog even daarop terugkomen. Het gaat niet om de titel. Hè. Het gaat om wat we doen. Dat vind ik belangrijker. Ja, het is heel goed verlopen. We hebben iets te mooi weer gehad, maar daar hoor je mij niet over klagen. Uiteindelijk hebben we eigenlijk heel erg goed kermis weer gehad. Het was natuurlijk voor het eerst 10 dagen kermis in Uden. Het is echt super dat de gemeente Uden dat besluit heeft genomen om 10 dagen kermis neer te gaan zetten in Uden. En wat heel erg leuk is en wat ik ook wel fijn vind, is dat met name de extra dagen, die zijn heel erg goed geweest. Dus de donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, na de traditionele 6 dagen van de kermis, die zijn eigenlijk de betere dagen geweest. Het komt ook wel een beetje door het weer. De eerste zondag, maandag, dinsdag was het echt extreem heet. Ik weet niet of je nog kan herinneren, op de maandag met de kermismarkt hebben de markt inmiddels ook om 1:30 stilgelegd, want het was gewoon veel te warm, het was 35 graden. Maar goed, liever dat dan regen natuurlijk. We hebben natuurlijk ook regelmatig wel eens regen gehad. Maar ik kijk heel erg tevreden terug op de kermis. Nou, de gemeente is tevreden, de horeca ook, de politie is tevreden. Eigenlijk heeft iedereen geen klagen gehad. Kermisexploitanten zijn natuurlijk het belangrijkste in het geheel. Daar horen we ook hele goede verhalen over. Ook een beetje dat weer. Dus stel dat het extreem heet is zoals dit jaar of extreem veel regen of weet ik wat er gebeurt. Dat ze toch kunnen spreiden over 10 dagen. Dus dat is gewoon heel erg prettig. Win-win situatie voor iedereen. Mag ik zeggen dat Volkel zeg maar het najaarkermis van Uden is? Ja, zo voelt het wel. Alleen het weer is nou ook weer heel erg mooi. En het weekend gaat het ook heel mooi weer worden. Ik hoop niet te heet. Maar het voelt wel als een najaarskermis. Net als dat Odilia Peel een soort van voorjaarskermis is. Ja, precies. Ja, precies. Wat staat er dit jaar in Volkel op de kermis allemaal? Nou, in Volkel op de kermis staat de snelheidsmolen, de Paradise Express, de bank, de Waalting, draaimolen, vliegtuigmolen. Hier achter me zie je dat ze de shimmy aan het opbouwen zijn. Nieuw in Volkel dit jaar zijn de Walking Waterballs. Dat is een waterbassin met opblaasbare ballen erin. En dan kunnen de kinderen over het water heen lopen. Verder staat er een pusher, een grijper, aquablasta, lijntrek, snoep, noten, oliebollen, vis, van alles. Nou, hartstikke mooi. Wanneer is het? Ja, de kermis begint om 3:30 op vrijdagmiddag. En hij duurt tot? Tot en met maandag. Het is hier dus kermis van vrijdag tot en met maandag. Dat is sinds een paar jaar is dat. Vrijdagmiddag gaan we om 3:30 gaan we open. En dan om 6:30 is de officiële opening. Daar is de burgemeester is daarbij, de wethouders zijn daarbij, de harmonie is daarbij. Dan hebben we de officiële opening, dat is altijd heel erg gezellig. En dan de andere dagen is hij open van 's middags 2 tot 's avonds 12. En de laatste dag sluit hij om 10:30.